Het is het jaar van Star Wars. Want niet alleen komt de Star Wars film natuurlijk later dit jaar uit, maar ook Star Wars Battlefront. Jij geniet ondertussen van een bakje koffie. Zeker weten. Maar volgens mij heb je ook wel genoten van de game. Absoluut, ja. Wat ik hier heb gespeeld zag er ook alweer heel erg bruut uit. Wel wat anders dan wat ik op de E3 had gespeeld. Want daar speelde ik voornamelijk op die ijsplaneet HOTH. H-O-T-H. Ja, en dat was multiplayer. Multiplayer was dat. Dat was Rebels tegen het leger van de Empire. Moest je een aantal punten op de map verdedigen. Dat vond ik erg tof. Hier was het wat anders. Jij hebt wel iets meer kunnen spelen. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou ja, ik heb hier even een klein stukje co-op gespeeld dan. En dat is, dat zit onderdeel van de game. Je hebt niet echt singleplayer missies, maar meer co-op missies waarbij je bijvoorbeeld Waze moet overleven. Wat we hier hebben. En nou ja, mijn eerste indruk, het ziet er hartstikke mooi uit. Want ik zit nu ook nog even naar de beelden te kijken. Ja, het is, en het echt, het gevoel is gewoon echt Star Wars. Je wilt dat bliep, 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 en die effecten en zo. En die geluids, of die mannetjes hoor je dan schreeuwen, echt op die manier. Zoals we dat kennen uit de Star Wars films. En je hebt dan multiplayer gespeeld op de E3. En daar merken we wel een beetje toch wel dat het echt wel een beetje Battlefield-achtig is natuurlijk. Ja. Want die objectives die je dan hebt. En dat had ik dus ook toen ik met een TIE Fighter door de lucht ging vliegen. Ja. Dat deed me ook een beetje aan Battlefield denken. Maar het is toch wel eigenlijk een beetje een unieke game. Want op zichzelf. Want dan ga je echt door de lucht vliegen en dan hoor je die geluiden weer. Ja, die sfeer druipt er inderdaad vanaf. Ja. Kijk, als je dit spel met een headset speelt, wat ik... op de E3 deed, hier dan niet, heb je natuurlijk echt dat je inderdaad wat jij zegt, dat die authentieke geluidjes zoals die bliep bliep, die van die lasers en dat soort, zeg ik het goed, lasers, ja volgens mij lasers, dat soort zaken meer. Ja, maar ook als je die voertuigen, die TIE Fighters. Ja, die TIE Fighter, als je dan zo'n bocht maakt, dan hoor je echt zo. Ja, dat is echt, ja, dat weet je, ik heb die Star Wars films gezien en dan merk je gewoon dat DICE echt wel passie voor die game, game heeft, maar ook voor de geschiedenis daarachter en zo en gewoon de hele vibe eromheen. Ja, ik wil er wel nog wat over zeggen, want het is inderdaad wel echt een game met een eigen Star Wars smoel in dit geval. Alleen je merkt wel dat ze toch wel heel dankbaar gebruik hebben gemaakt van die onderliggende basis die ze al hebben gelegd met Battlefield. Tenminste, op de manier hoe je de wapens pakt, weet je. Maar dat geeft niet. Ik bedoel, het is echt wel Star Wars, alleen dat is wel iets wat je merkt. Ik denk ook wel dat het wat ik al zei, je merkt wel dat de basis een beetje van Battlefield afkomt. Maar ze geven dan net weer even wat extra accenten aan. Zoals bijvoorbeeld dat je met die, ik weet even niet hoe ze precies heten, maar dat zijn die walkers, die echt die grote voertuigen die je dan hebt. Dus ja, je hebt een multiplayer die zowel op land en in de lucht plaatsvindt. En dus ik wil even nog even terugkomen op dat in de lucht, want dat was echt met die TIE Fighters tegen de X-Wings. En dan vlieg je dus in de lucht en dan moet je dus bepaalde doelen komen dan in de map die je of moet verdedigen of moet aanvallen. En dan kan je punten verdienen door gewoon AI-gestuurde TIE Fighters of X-Wings af te knallen. Of gewoon spelers, wat net even wat lastiger is, want die gaan natuurlijk een beetje ontwijken en die hebben net even wat meer armor. Dat was vrij arcade en basic, maar wel weer vermakelijk en was wel tof. Ja, dat was heel tof, alleen ik ben er wel benieuwd, je kan natuurlijk ook switchen tussen first person en third person. Ik weet niet, hoe is jou dat bevallen eigenlijk? Nou, met de co-op heb ik niet echt veel gebruikt, speelde ik gewoon vol third person, want normaal speel ik Battlefield altijd een beetje first person, dus ja, op zich, het is allebei wel leuk. En in die TIE Fighter, of X-Wing, kan het dus ook. Dus ik zat echt zo een beetje erbuiten vliegen en dan ga je een beetje naar binnen en dan hoor je nog meer die Star Wars geluiden. Dus ja, we hebben nu een aantal fragmenten gespeeld van de game. En wat vind jij eigenlijk de algemene mening over beetje de multiplayer en wat je hebt gezien van de co-op? Ja, ik denk wel dat het echt wel kan gaan werken. Zeker als je fan bent van Star Wars. Het werkt goed, speelt lekker weg. Gameplay, die basis is al gelegd, wat ik al zei. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ik vind het alleen zelf in die zin wel een beetje jammer.
dat ben ik dan weer, weet je. Ik had wel graag singleplayer, episch verhaal willen zien. Er zit wel, geloof ik, iets in die richting in, maar dat moeten we nog afwachten. Maar goed, natuurlijk speel je dit spel voornamelijk voor de multiplayer. En dat steekt goed in elkaar, het werkt goed. Grafisch ziet het er overweldigend uit, dus ja, daar heb ik niks over te klagen. Ja. Ja, het vliegen met TIE Fighters en de X-Wings was een beetje simpel, maar arcade, maar voelde wel gewoon goed aan qua besturing. En je merkt wel een beetje auto-aim, ik weet niet hoe je dat nog gaan instellen, maar er was best wel veel aanwezig. Ja. Maar het algemeen, ja, ik heb ook wel zin om die multiplayer te proberen en qua feel en qua sfeer weet DICE het wel echt heel goed neer te zetten. En dat is sowieso al een compliment gewoon aan de ontwikkelaar. En ja, als je van Star Wars houdt, dan moet je de game denk ik toch wel zeker gaan proberen. En ik kijk er gewoon wel naar. Ja, ik ook.